water en daar is deel 4 van de kleurlabkal. Mijn inkt is bijna op, dus hij heeft even niet zo netjes geprint. Maar wat ik in mijn vorige verslagje al vertelde, was dat ik het vermoeden had dat we met die vierkanten aan de gang gingen. En het klopt inderdaad dat dit een grotendeels herhaling is van deel 2. Waardoor ze hebben gezegd dat dit hele deel nu gehaakt gaat worden in 1 week in de planning. Dit zijn de delen. Je begint weer in het klein en dan bouwt hij op tot een grote. En dan moet je nog 2 extra punten haken. Nou, ik ga nu de garens uitzoeken welke ik nodig heb. Ik heb mijn bakjes er weer bij gepakt. Dat is het bakje van afgelopen keer. En dit zijn natuurlijk de garens in mijn doos. Dus ik ga lekker puzzelen en kijken welke garens ik dit keer nodig heb. Dit zijn de kleurtjes waar ik nu mee ga werken. Ook wit geloof ik, maar die heb ik beneden nog liggen. Gave kleurtjes. Ik ben super benieuwd hoe het er gaat staan in de deken. Ik was mijn papieren aan het opruimen. En toen kwam ik erachter dat ik 1 stukje vergeten ben. Namelijk de onderrand van paneel 2. Hier moet nog een witte rand aan. Dat is heel veel telwerk. Dus dat wordt nog een leuk klusje om te doen. Dus dat komt er deze week ook nog bij. Een goed begin, want de baan is af. Nou ja, er zitten steekmarkeerders in. Maar Casper probeert die eruit te halen. Kijk, hier zat hij. Dit was de baan die ik nog moest van de vorige keer. Nou is paneel 1 en 2 echt af. Dus deel 1 tot en met 4, die zijn nu echt af. En ik kan nu echt gaan starten met deel 5. Nou, mijn mandje ligt klaar. Die gaat aan de kant. Mijn mandje ligt klaar. Mijn kleurtjes liggen klaar. En ik ga eens kijken met welke kleur ik ga starten. Gisteravond ben ik tot zover gekomen. Deeltje 1 is af, of sectie 1 noemen ze het, en ik ben nu met sectie 2 bezig. Ik moet wel zeggen, ondanks dat ik hem natuurlijk al wel eens eerder gehaakt heb, heb ik toch een aantal fouten gemaakt. Ligt waarschijnlijk echt aan mij, aan mijn hoofd die niet altijd wil wat ik wil. Dus dat is even minder, maar ja, dat is niet anders. Ik ben daardoor iets minder ver gekomen als dat ik had gehoopt. Maar vandaag weer een nieuwe dag, dus nieuwe kansen. Sectie nummer 2, zoals dat heet in dit patroon, is af. Het is een vierkant weer. En de buitenkant is 200 vaste rond. Dus hij is al lekker aan het groeien. Ik ga nu met sectie 3 aan de gang. En dan gaan er weer allerlei hoeken ontstaan. Dus iedere keer bouwt hij hem op met een vierkant. Daar ga je hoekjes op zetten. Dan ga je er weer een vierkant van maken. Dan komen er weer hoekjes op. Weer een vierkant enzovoort. Dus erg leuk. Ik ben benieuwd welk kleurtje ik er nu bij mag gaan pakken. Even kijken hoor. Die ga ik er lekker bij pakken. En dan ga ik eens kijken hoe ver ik daarmee kan komen vandaag. Ja, dit valt me in ieder geval mee wat tot nu toe al gelukt is. Vanavond had ik echt de smaak te pakken, want deze blokken heb ik erop gezet. En alle paar driehoekjes. Vraag me niet waarom ik die heb gedaan en niet die. Ik denk dat toen net mijn lapje zo in mijn handen lag. Maar dat maakt verder niet uit. Wat ik bij deze delen heel veel problemen had, dat ik iedere keer fout telde en dat ik toch niet alles helemaal goed in mijn hoofd had zitten, dus best veel moest uithalen. Wist ik hierbij nog het trucje wat ik toen had gedaan de vorige keer, omdat ik toen heel vaak de mist in was gegaan. En dat was dat ik hier even uittelde, een steekmarkeerde zette, dit telde, een steekmarkeerde zette en dit telde. En er dan soms achter kwam dat ik opnieuw moest tellen, maar soms ook dat ik goed zat. En de vorige keer kwam ik er pas achter bij het maken van de driehoekjes, dat ik bijvoorbeeld 1 steek verschoven had of zo. Dus dat soort trucjes wist ik nog wel. Ik heb 2 keer dat ik aan de verkeerde kant was begonnen, maar daar kwam ik al in de tweede toer achter. Nou ja, dat zijn maar 25 steken uithalen.
Dus dat ging heel vlot. Bij het eerste driehoekje heb ik nog moeten kijken. En de andere haakte ik eigenlijk zo. Dus dat is wel heel fijn. En dan groeit hij opeens heel hard. Want, even kijken hoor, waar heb ik mijn papiertjes? Ik had zo'n mooi overzichtje. Ja, kijk. Ik ben nu met sectie 3 bezig. Nou, die blokken heb ik gedaan. Alle vier. En ik ben nu dus met die kleine driehoekjes bezig. Dan moet natuurlijk het driehoekje hierop nog. En dan moeten die grote nog. Maar ik ben nu in het lichtblauwe deel bezig. Maar ik ben toch wel heel blij met hoe ver ik vandaag gekomen ben. Nu lekker alles opruimen. En dan nog even boven aan de slag. Voordat ik zo ga slapen. Eerst mijn avondzorg doen. En dan lekker boven nog even aan de slag met een ander projectje. En dan kan ik morgen weer met dit project verder. Ondanks dat ik vanavond visite heb van Finn op bed. Af en toe komt hij lekker bij me op bed liggen. Dan hebben we een extra hoes over het bed heen liggen. Ja, en dan denkt hij dat hij nog een schootpuppy is. Finny? Ja, hè? Nou, Casper die is gevlucht. Die zit vanaf een afstandje te kijken. En Olaf is er nu naast gaan liggen. Maar die lag net ook lekker hier. Maar daar ging het niet over. Want ondertussen heb ik lekker kunnen haken vandaag. Ik heb de kleine hoekjes afgemaakt. Ja, en wat nu niet... Lig eens stil, vind. Zo kan ik niet filmen. Wat niet heel goed te zien is. Maar dit is net een andere kleur als die. En dit is weer die kleur. Maar ik vind hem wel heel mooi geworden. Een heel rustig blok voor mijn doen. Maar ik vind hem wel heel mooi. Ondanks dat groen echt niet mijn kleur is. Maar ik vind hem leuk. Nu ga ik de punten maken. Als ik nu op schema had gelegen, had ik vanavond alle vier de punten afgehad. Nou, dat gaat hem niet worden. Maar dat maakt niet uit. Ik ben al heel blij met hoe ver ik nu ben. Ik ga eens kijken welke kleurtjes ik nodig heb voor de punten. Als deze meneer het toelaat. En het haken gaat wat minder vlot. Want nou ja, normaal gesproken ligt mijn arm heel ontspannen langs mijn lijf. Ja, dat lukt nu niet. Dus ik moet ook voorzichtig haken. Dus af en toe zit ik een beetje zo. Maar dan zit ik ook te krampachtig. Maar ja, het is veel te gezellig dat deze knuffelbeer hier gezellig bij me ligt. En Finn? Hey. Ja. Hey, moet je ook even naar de camera kijken? Ook krijg ik een kusje. Je wil aandacht, hè? Ja. Nou, ik ga lekker verder knuffelen en een beetje haken. En zo komen we de avond wel door. Dat, ik had het ook echt even nodig. Even lekker ontspannen avond. En dan helpt het ook wel heel erg als... dit beestje bij me ligt. Die geeft me toch ook weer wat rust en nabijheid. Wat soms even heel fijn is om te krijgen. Nou, ik heb besloten om niet elke punt eerst helemaal af te maken. Maar deze toeren meteen daar te doen en daar te doen. En daar te doen. Voor de herhaling is dat gewoon makkelijker. Haakt dat makkelijker weg. En even kijken waar ik hem gelaten heb. Hier. Aan de zijkant komt er ook een punt. Zo, aan beide zijkanten. Die moeten met grijs in plaats van zwart. En die bestaan uit dezelfde toeren. Dus ik dacht, dat ga ik ook gewoon meteen doen. En dan daarna ga ik, moet ik even kijken of ik eerst vierkant 2 tot en met zover ga afmaken. En dan van alle delen de puntjes ga doen. Misschien dat ik dat wel ga doen, want eigenlijk haakt dit wel heel erg lekker weg zo. Dus ik ga er eens even over nadenken. Eerst dit stukje afmaken tot aan hier. Dan moet dit nog een keer. En dan ga ik kiezen hoe ik het ga aanpakken. Nou, ik ga snel het dekentje veilig brengen. Want ik heb hier een meneer die weer heel graag op schoot wil. En Kas? Lig ik niet goed? Lig mijn been fout? Wat is er? Moet je het vertellen?
je iets vertellen op de film? Ja. Het is hij. Wat ga je doen? Ja? Nou, ik ga lekker mijn haaknaald erbij pakken. Oeps. Ik was een paar kleurtjes vergeten te pakken. Dus ik moet deze lieve boef van mijn schoot afgooien. Want ik wil toch eigenlijk wel verder met het binnenstuk van het tweede vierkant. Want van de zijhoeken heb ik nu beide grijze delen af. En die gingen heel soepeltjes, dus dat was heel fijn. De laatste zelfs zonder fouten en uit mijn hoofd. Dus daar verbaasde ik mezelf over. Dus ik ga toch even boven mijn garen halen, want ik vind het zonde om nu nog dik een uur te blijven liggen zonder lekker te handwerken. Dus ik ga even de goede kleurtjes opzoeken. De bak erbij gepakt en deze kleurtjes ga ik gebruiken. Ik dacht eerst, oh wat een donkere sombere kleuren. Waarvan nu ik de lamp aan heb, zie dat deze uit verschillende tintjes bestaat. Ja, dat is ook wel te zien. Hij is echt een tintje donkerder. Dus ik had deze vier en opeens pakte ik ook die erbij. Dus ik ben heel benieuwd hoe het eruit gaat zien in zwart. Ja, we gaan het zien. Ik ga lekker ermee aan de slag. Nou, het ging lekker. Hij is... lekker gegroeid, al zeg ik het zelf. Deel 1 is al helemaal af en deel 2 ben ik weer steeds per stap aan doen. En dat bevalt me wel heel goed. Dat ga ik met de rest van dit deel ook doen. En dan merk ik dat, zoals deze, dat haakt alweer een stuk makkelijker weg dan deze. Want dan hoef ik bijna niet meer te kijken wat de bedoeling is. En ja, dat vind ik wel heel fijn. En ik ben heel blij met het gele middenstuk. Want ik was bang dat dit een donker blok zou worden. Maar door dit gele middenstuk denk ik dat hij wel heel erg mooi gaat worden. Nou, vandaag lekker verder gegaan. Vanmiddag ging het best vlot en heb ik een aardig stukje kunnen haken. Maar vanavond ben ik een beetje afgeleid, want ik heb hier een labrador half op schoot liggen. Meneer die denkt, we hebben een extra dekbed erop gelegd, zodat het dekbed waaronder we liggen niet vies wordt. Nou ja, meneer denkt, ik schuif dat opzij. En ik wil niet naast het vrouwtje liggen, maar ik ga gewoon pontificaal op de plek van Casper liggen. Nou, Casper en Finn zijn niet de dikste vriendjes. Ze tolereren elkaar nu bij elkaar in de buurt. Waarin Casper denkt, ik draai me lekker om. En Finn die probeert af en toe kennis te maken met Casper. Maar dat gaat nog een beetje op zijn lomps. Ja, dat is gewoon komisch om te zien. Maar het haken op deze manier is wat minder ontspannen. Want ik heb hier... een labrador onder mijn arm liggen, dus mijn arm kan niet ontspannen liggen. Dus af en toe doe ik een paar steekjes en af en toe ook niet. En ik lig vooral te genieten van een hond die lekker heel veel aandacht aan me geeft. En merk dat ik het even nodig heb om dikke knuffels te krijgen. Nou ja, de knuffels zijn inmiddels zo dik. Dat die... Oh, hoor je wat? Zie je wat gebeuren? Ik dacht in slaap was gevallen, maar hij heeft zijn kopje nog, zijn oogjes nog steeds open. Maar ja, hij houdt me lekker gezelschap. Nou, vandaag is mijn handwerkvlog weer online gekomen. En ja, ik vind het zo bijzonder, alle reacties die ik daarop krijg. Ik moet er nog op reageren, maar daar geniet ik echt van. Nou, het is dinsdagavond en... wat ik eigenlijk al wist, was dat ik hem niet af heb gekregen. Dit is wel het tweede vierkant. Ja, ik vind die kleurtjes zo leuk met het felle gele hart erin.
Dat maakt me helemaal blij. Ik heb uiteindelijk 1 puntje daar aan kunnen zetten. En met die ben ik begonnen. En die moeten nog. En deze heb ik af tot de laatste hoek na. Maar die wil ik achter elkaar door gaan haken. En van de zijkantjes geldt hetzelfde. Dus lang niet klaar met deel 3. Nee, deel 5 is dit. Maar ik ga lekker op mijn eigen tempo verder. En ik ga jullie natuurlijk gewoon op de hoogte houden. En ik kijk wel enorm uit naar het volgende deel. Om het in ieder geval te kunnen zien wat het volgende deel gaat inhouden. Nou, ik lig heerlijk te rusten. Vinnie ligt naast me op de deken van de Ubuntu call. Hé, Vinnie? Was je lekker aan het slapen, hoor, Ina? En ondertussen heb ik de hoekjes gemaakt. Ik moest er nog 3. Dus die zitten er nu op. Dus nu kan ik gaan beginnen aan deze punten. En als ik die 4 delen heb gedaan, dan ben ik op hetzelfde punt. En dan kan ik met alle delen verder. En deze puntjes gingen sneller dan ik verwacht had. Die had ik gehoopt dat ik die vanavond allemaal af zou hebben. Maar die heb ik nu al af. Dus dat is hartstikke fijn. Ondertussen rusten we lekker verder. En kijk ik of ik nog wat verder ga haken. Of dat ik even toch mijn ogen dicht doe. Ga ik zo even bedenken. Tja, dan doe je een poging om te haken. Eerst komt deze dondersteen bij me liggen. Die wil het liefste met Kasper spelen. Maar ja, Kasper houdt nou eenmaal niet van honden. Dus die kijkt lekker toe. En dan denkt Olaf, ik kom er ook gewoon gezellig bij. Nou, nu gaat hij even op mijn voeten zitten. Maar regelmatig zit hij ook of op Vin's kop, of op mijn handen, of op mijn buik, of... Hij probeert van alles. Ja, gezellige beestenboel hier. En dat is heel fijn. Het haken gaat wat minder vlot. Maar dat mag de pret niet drukken. Want hoe fijn is het om deze schatjes bij me te hebben. Alle 3 op hun eigen manier. Lekker in de buurt. En dat is helemaal fijn. Ik ben bezig lekker met de scheepjeskal. Deze hoek... heb ik het eerste stuk nu van gedaan. Dus dat is heel fijn. Mijn projecten gaan wel minder snel als dat ik laat zien. Nee, hoe zeg ik dat goed? Dit project gaat minder snel. En dat komt gedeeltelijk ook omdat ik gewoon niet alles kan laten zien. Want ik ben achter de schermen met 3 hele spannende geheime projecten bezig. Waarvan ik gewoon nog niks kan tonen. Dus dat is wel heel leuk. Maar voor jullie wat minder interessant. Of tenminste, jullie zullen het vast leuk vinden. Maar ik kan er nu gewoon nog niet heel veel over vertellen. Dus ik handwerk nog meer als dat ik aan jullie laat zien. En daarom loopt de scheepjeskal ook iets achter. Maar ik ga hem zeker afmaken. Vandaag is een nieuwe deal gekomen. En die ziet er zeer veelbelovend uit. Lange banen, dat wel, want dan gaan we allemaal punten eraan een soort van grote zigzag haken. Maar dat moet even wachten totdat dit deel helemaal af is. En ik weet nu al dat ik aankomende week ook niet bij ga komen. Maar dat is helemaal niet erg.
Gisteravond heb ik een aardige slag kunnen slaan. Even voorzichtig uit de bakjes halen, want ik heb de kleurtjes die ik moet gebruiken bij elkaar gelegd. Kijk, hij begint al lekker te groeien. In deze lap zit het eerste kleurtje. Oeh, met deze ben ik bezig. Daar zitten op 2,5 punt al het tweede kleurtje. Kijk, meer zelfs al dan de helft. Die moet ik nog. En de zijstukjes hebben ze ook al allebei het tweede kleurtje. Dus ik moet hiervan het tweede kleurtje afmaken en dan die doen. En ik ben wel heel blij met de manier waarop ik gekozen heb. Omdat vaak na 1 of 2 punten ik al uit mijn hoofd weet wat ik moet doen. Dus dan kan ik lekker zo doorhaken. Dus dit is voor mij echt wel een goede methode. Ik ben nog steeds bezig met deel 3 en het is alweer vrijdag. Dus ik ga achterlopen. Maar dat maakt niet uit, want dat mag de pret niet drukken. Ondertussen nog leuk bezig geweest met andere projecten die ik nog niet kan laten zien. Dus mijn handen die liggen niet stil. Ja, wij wel. En Cas? Cas ligt lekker bij me. En Olaf net ook, maar die houdt er niet van als ik ga kletsen. Dus die is er weer vandoor gegaan. Dus ik pak nog even mijn haaknaalden op. Of mijn haaknaald op. Voordat ik zo eten ga koken voor het gezin. Ja, en toen was deel 3 af. Ik zal ze zo nog even allemaal uitleggen, maar alle hoeken zitten erop. Ze moeten nog even als blokken blijven, dus ik ga zo deel 4 erbij pakken. Deze vind ik heel gaaf met het felle gele deel erin. Alle hoekjes zitten erop. En deze, dit zijn de kleine hoekjes. Die zijn ook af. Dus iets verlaat, maar deel 3 heb ik toch afgekregen. Ja, daar ligt deel 3. Gaaf, hè? Ik ben er helemaal blij mee. Ze worden een kwartslag gedraaid, maar dat maakt nu niet uit. Het is nu vrijdag, dus iets te laat, maar ik kan toch deel 4 erbij gaan pakken en start gaan maken aan, ik gok het aan elkaar haken van deze delen. Er gaan er allerlei randen op komen. Maar ik ga beginnen met het uitzoeken van de kleurtjes, want die moet ik er nog bij gaan pakken.